Leeuw is dus niet de onbekende gast. Maar nee, dames en heren. Nu kennen we al een stuk of 3, 4 die het niet kunnen zijn. Voor Sinterklaas is het een beetje vroeg. Ik zit heel de tijd te stotteren als ik u zie vanavond. Maar dan weet ik maar één ding. De stoelen draaien en er het beste van verhopen. Vader Abraham. Ik had alles verwacht. Maar dat niet. Maar dat niet. Ik moest dicht in de microfoon blijven praten, want jullie horen me allemaal, maar dat is een beetje moeilijk, geloof ik. Dus misschien kunnen we hem iets horen. Ja, hij zit vast. Ik ben wat lang. Zo, ga ik zo zitten. Mag ik even beginnen? Misschien is het toch mogelijk, wat u misschien ook zelf denkt, dat er een aantal mensen thuis zitten die niet weten wie de heer Pierre Carter is. Vader Abraham, laten we dat eens voorstellen. Ik benijd die mensen. Hij is geen fan. Maar laten we nou eerst even vaststellen dat u dus een Nederlandse tekstschrijver, zanger, artiest bent. Maar zou u in een minuut eens de meest belangrijke dingen over uzelf aan het kijkerspubliek kunnen vertellen? In een minuut. Dat ik me, heel serieus dus even, dat ik me verkleed als vader Abraham om niet te lijken op Pierre Carter. Omdat ik wat te gespannen ben op de bühne waar ik moet werken. En dat doe ik erg veel. Ook in België. En dan voel ik me iets minder de slechte goochelaar die eigenlijk alle trucs thuis zo goed lukken. Maar op het toneel gaan ze allemaal mis. En als vader Abraham daar voor zit, die maskerade, dan gaat alles iets beter. Ik zal niet zeggen geweldig, maar aldoende leert men. Maar ik geloof dat de meeste mensen me nu, als ik nou zo in de camera kijk, toch wel kennen van allerlei fotootjes die gemaakt zijn van mij in België en Nederland. Zonder de maskerade vader Abraham. Maar ik voel me er prettig bij als vader Abraham. Maar het is eigenlijk Pierre Abraham of vader Carter, het is zo'n beetje gelijk geworden. Zo. En dit is wat u wil zeggen? Dit is wat ik wil zeggen en ik zit te wachten op de vragen. Ja. Ik zit hier doodongelukkig te zijn en eigenlijk nogal piskwaad op de mensen van televisie die u uitgekozen hebben, Pierre Carter. Want ik vind die leuk om onheus te zijn. En men denkt dat, of men schrijft mij dat toe. Maar ik ben zo ongelukkig met wat mensen als u allemaal uitvreden. Ik heb met Albert Mol dus gehad over ordinaire humor. Ja. En dan meende ik dat niet wat de figuur van Albert Mol betreft en ook niet de artiest. Ik heb alleen een persoonlijke huiver voor alles wat gemakkelijk is, wat demagogisch is, wat op volksverlakkerij gaat lijken. Ja. En ik vind dan, en ik gun u dat recht helemaal, nu kom ik tot het smurfenlied, om daar een heel volksdeel mee in te pakken, maar ik word daar wee van. Ik vind dat zo gemakkelijk, van zo'n dubieuze smaak. Ik word echt kwaad. En ik had kunnen voorvoelen wat er zou gebeuren nadat u met die smurfen zo waanzinnig succes, Europees succes, wat ik u dus persoonlijk gun, vergeet dat niet. Nu is het een marsupilami en God weet wat ons straks te wachten staat. Ik vind dat beneden alle pijl. Nou, weer u even. Ja. Nou, u kan er wel tegen, neem ik aan. Ik sta perplex. Het hoort er toch bij? Ja, maar ik sta perplex. Waarom staat u perplex? U zit trouwens. Ja. Ja, maar het is het spreekwoordelijk gezegd, hè. Dat is heel mooi gezegd, Johan. Heb je kinderen? Ja. Ik heb 2 kinderen. Vinden die de liedjes zo mooi dat jij ze verfoei omdat je 's morgens te vroeg uit het bed moet komen om ze aan te zetten? Voordat ze brinten gaan eten. Ik zou erop zeggen dat ik een normale vader ben die mijn kinderen niet brainwash, die niet demagogisch optreedt. Ja. Dus als ze van die smurfen houden, en je kunt je voorstellen dat op een bepaald moment geen kind daar tegen bestand is, dat was trouwens waarschijnlijk de commerciële bedoeling, dan laat ik ze hun gang gaan. Ja. Maar door een of ander godswonder zijn ze daar ook heel vlug weer, is de aandacht daarvan afgeleid. Ja.
En tot mijn stille vreugde, want daar discussieer ik niet over met kinderen. Ik heb respect voor kinderen, in tegenstelling tot een heleboel commerciële ondernemingen, die kinderen eigenlijk beduvelen en misbruiken. Ja. En dat is dus geen punt van discussie en ik laat hun gang gaan. En de marsupilami is bij ons thuis gevallen als een baksteen nog voor hij binnenkwam. Dat doet me vreugd, want ik heb er niks mee te maken, alleen met de smurven. Bijna een applausje. Ik heb er nog geen gehad. Ja, ik heb hier weinig op te zeggen. Ik heb commercieel succes, ja. Wat u hier zit te doen is ook commercieel natuurlijk. Anders zat je hier niet. Dat is dus niet waar. Nee, je wil niet graag op de tv, maar je bent het per ongeluk. Nee, dat is heel wat anders. Ja. Maar ik geloof, Johan, dat hier het probleem ligt bij jou, niet bij het leger kinderen, wat groter is gelukkig als het leger met het geweer in de hand. Ik geloof dat het belangrijk is te beseffen dat het altijd nog beter is om een smurfen liedje op de televisie te laten zien dan een gevaarlijke film bijvoorbeeld. En die zijn er mij iets te veel. Films die een beetje, die niet goed overkomen, die niet voor kinderen geschikt zijn, die we toch allemaal gaan bekijken. Ik geloof dat de smurfen een prettig volk is waar wij in verzinken, omdat het is een sprookjeswereld, een wereld van zonder geweld. En daarom is het erg goed dat we de kinderen zo lang in die sprookjeswereld laten. En daarom denk ik dat in die smurfen de grote mensen zich ook een klein beetje kind weer voelen. Om zodoende weg te dromen in die iets betere wereld die de smurfen heeft. Dat daar dan een commercieel succes aan verbonden zit. Dan kan ik meteen daar een antwoord op geven dat ik niet alleen aan die plaat verdien. Maar dat er een hele groep mensen, platenmaatschappijen. Mensen die de hoezen ontwerpen, mensen die de plaat kunnen verkopen. Dat is een hele keten van succesformules waardoor mensen blijven draaien. Zoals een pakje boter, zoals een flesje drank. En zo is er een smurvenplaatje en dan rolt eigenlijk het geld van het een in het ander. Dat is eigenlijk de enige manier als je commercieel eraan denkt. Ik denk er zo niet aan. En Mies heeft nu een vraag, geloof ik. Ja, ik begrijp helemaal niet waarom u zit te verdedigen. Nou, waarom zegt u niet gewoon, ik vind het goed en daarmee uit? Nou, want kijk, dat vindt u toch? Ja, maar ik zit hier als Pierre Kachner en ik zei net al dat als vader Abraham hier zat, dan had ik dat meteen bedacht. Ja. Maar ik ben een beetje onzeker als Pierre Kachner. Ja? Ja? En waarom heeft u niet vanavond dat grote pak aangetrokken dan? Want dit is ook een optreden. Dit vind ik geen optreden. Nee? Ik vind dit een alleraardigst gesprek. Waar ze mij Dat is dus niet waar. Jawel, tuurlijk. Vindt u tot nu toe een aardig gesprek? Ja, ik zeg niet dat ik het geen aardig gesprek vind. Nee, ik wil het uw oordeel nou eens. Nou, ik ben gewend van dit soort gesprekken te moeten voeren met journalisten en op de tv. Ik word niet op de tv? Ja, god. Ik TV ik heb in Nederland worden geen fikse gesprekken gehouden, meneer Kaarten. Nee. Nee. Ik weet het niet. Ik heb eens een keer een uurtje bij Sonja Barends gezeten. En, op schoot? Dat was. Nee, Rudy Karel ben ik nog steeds niet. Alhoewel ik wel te zien ben 23 december in de lauwende band. Maar, Soort. Uitstekend vind ik dat. Nee, meneer Kuiten, nou even serieus. Want, ja, kijk, nou, wij hebben ieder een andere methode, maar we zijn het meestal met elkaar eens. Ik hou niet van methodes, moet ik zeggen, hoor. Nee. Dan zijn het meteen afspraken. Oh nee, want we wisten toch niet dat u kwam? Dat vraag ik nu. Bent u er zo in? Twijfelt u aan alles? Nee, ik vraag het alleen maar of het zo is. Geen seconde. Wij weten niet wie de laatste gast is. Ja, maar ik vraag het ook aan Johan. Want die vond meteen dat ik een liedje schrijf om commercieel succes te halen. En als ik dan zeg dat het niet zo is, dan zeg hij weer wel. En dan zitten we hier een half uur en dan heeft niemand er iets aan. Ja, maar ik ben geen man van Dieter Swellers. Die argwaan bij u, dat is argwaan? Ja, die argwaan dat u zegt. Dus onderverstaan, jullie wisten het wel of jullie konden het vermoeden. Dat is dus nou, niet zo, maar dat is wel erg zwaar. Dat wordt een tweede natuur bij mensen als u, die alles dus puur commercieel bekijken. En ik herinner mij een uitspraak van u, aangehaald in de Vrij Nederland, waaruit een zeer diep misprijzen sprak voor het publiek dat u platen koopt. Hè. Dus dat is het. Ik heb op zichzelf niets tegen een smurfenlied. Ik vind dat alles onder ho, de zon. Ho, doen? Nee, je mag niet even. Nee. Ik mag even nu.
Ja, dat meen ik echt. Dit is dus een persoonlijke aanval. Dan wil ik niet zo goed van deze tafel weggaan nu. Want dat heeft geen zin wat wij nu zitten te doen. U haalt een krantenknipsel aan en u probeert mij in de schoenen te schuiven. Alsof mijn publiek, ik zit hier 4 maal per week te werken in België. Dat doe ik al 7 jaar lang met het allergrootste plezier. En ga mij niet iets in de schoenen schuiven wat niet kan. Want zo ver en zo zijn we niet getrouwd. Ja, maar goed, ik citeer inderdaad wat in de krant heeft gestaan. Nou, dan wil ik de krant even zien. Ja, maar die krant, ik wou die niet noemen omdat die al vaak genoemd is vanavond. Dat was Vrij Nederland. Mm. Als mijn geheugen mij niet... Die kon je niet bij hebben, want u wist niet dat ik kwam. Nee. Nee. Nou, ja, dat begrijp ik ook. Ja, maar u mag daar zwaar aan twijfelen. En u mag ook proberen een applaus uit te lokken, want daar doe ik geen enkele moeite voor. Heb ik elke avond? Nu wordt het moeilijk. Nee, het wordt niet moeilijk, want nou ga ik even terug. Ja. Kost het u moeite, nee, hè, om snel te antwoorden. Wat was uw eerste tekst? Gebeurtenissen. En hoe was die? Vertel het eens. Zeg hem eens op. Een vogel zweeft hoog op de wind. Een gele ballon met een kind. Een plas duelleert met de zon. Een triest en verlaten station. Opa rookt pijp op een bank. De haven is een en al stank. Een beschrijving van een dag en een nacht, wat er zoal kan gebeuren. Dat was dus uit de tijd van Dimitri van Toren. Die kennen we hier in België ook natuurlijk. En dat was mijn eerste artiest waarmee ik samenwerkte. In welk jaar theater. Was dat? Dat was in 1967. Had dat succes? Dat had... Ja, dat is een lange geschiedenis. Nee, kort. Had het succes? Het had niet het succes wat ik dacht. Nee. Ja, wat wij dachten. Wanneer kwam het succes? Het succes kwam bij toen ik liedjes begon te schrijven... na een lange aanloopperiode van allerlei andere mislukkingen op mijn terrein. Want ik kan ook niet zo gek veel. Bent u gaan nadenken? Wat is er fout aan deze tekst? Nee, de tekst was niks fout. Alleen ik had toen de liedjes... bijvoorbeeld het cafeetje, dat lijkt er het meest op. Als ik dat nu even... Ja? Klein café in de haven, dat kent stellig iedereen. Ja? Dat gebeurtenis was eigenlijk een 3 minuten lang cafeetje, maar dan zonder refrein. Ja. En toen was ik erachter als liedjeschrijver. Is een formule? Alles is een formule. Ja, maar dat zei ik toen net zeker een liedschrijver. Ja. Ja. En ik heb uitgevonden dat dus je 3 minuten lang iets mooi poëtisch kunt zeggen. Want wat ik net opzomde, dat is toch niet het ik hou van jou. Dat is gewoon, nou, dat vindt u poëzie. Dat is mijn poëzie. Ja. En daar heb ik bij moeten vinden dat een refrein toch erg sterk en belangrijk is om dat aan te vullen, om succes mee te hebben. Dus u heeft uw publiek door. Publiek door? Ja, het publiek wil dus, zegt u net, mm-hmm. Ik begin zo. Dat heeft geen succes. Nagaan denken, ja. Moet er dat in, het moet een verhaaltje zijn, ja. Dat wil het publiek. Ja, maar dat geldt toch ook voor hier dit programma. Als u na 3 keer dit programma gedaan te hebben begrijpt dat die tafel rond iets minder interessant is als vierkant, omdat het dan beter uitkomt voor, dan ga je dus sleutelen, geloof nee. ik, hè? Niet. Nee, blijft deze tafel. Dan is het goed. Ja. Maar bij mij was het niet goed. Was niet. Ja, maar wat is goed? Ik bedoel, voor u wat is succes? Er waren vast al 10 mensen die dat eerste liedje mooi vonden. Ja. Ja. Maar dat is niet genoeg. Nee, want ik moest er nog hier in Antwerpen een beetje bij op een chocoladefabriek bij gaan werken. En dat vond ik wel goed om je gezin te onderhouden, want ik ben geen BW-loper, geloof ik. Dat zit niet in mijn aard. Dus ik denk, wat gaan we nou doen dat ik toch kan leven van liedjes schrijven wat ik graag doe. Maar het zijn simpele teksten. Ik weet het niet. Ik heb een band, die kan ik nog wel eens toesturen. Daar zegt Joe Dassin op een Parijse radiozender, hoe is het nou mogelijk? Ik heb altijd zelf mijn liedjes geschreven. En dan heb ik toch een liedje in handen gekregen. En dat is een grote hit geworden. En dat is het kleine cafeetje aan de haven. Notabene een chanson geschreven door een Hollander. Dat zegt maar meer dan alle woorden die hier gezegd worden. Begrijpt u ook wel? Maar een zin als een kind zonder moeder is als een vaas zonder bloemen. Ja. Dat is de enige die ik van u heb onthouden. De enige? Ja, dat is weinig. Nee hoor, want ik weet er ook van anderen heel weinig. Dus wat dat betreft bedoel ik het helemaal niet beledigend. Wat moet je daarmee? Vindt u dat poëzie? Vindt het publiek dat mooi? Is dat voor het publiek geschreven? Dat is voor het publiek geschreven. Alleen, het een is mooier en het ander is minder mooi. Ik weet het niet. Als het, op een gegeven moment dan zit je te zoeken naar wat het moet zijn. Eén liedje neemt Peter Alexander van je over en dat vindt hij mooier dan een ander lied. Ja. Wat hij niet mooi vindt en wat ik weer wel mooi vind. En op een gegeven moment dan pakt Mireille Mathieu wat. Die heb ik er heus voor geschreven. Nanne Moscouri heeft 3 liedjes van mij overgenomen. Beste vriendin van Mieke.
Dat is een liedje wat u waarschijnlijk niet kent. Nee. Dat is een liedje wat Nana Mouskouri wel weer over heeft genomen. Dat vond ze erg mooi. In Nederland was het een smachtlap, zoals het dan heet. Ik kan het niet bepalen. Gershwin heeft ooit eens gezegd... ik weet over 100 jaar nog niet dat ik dan zou leven... of ik wat een hit is of wat... Wie bepaalt die maatstaven wat dan smachtlapperig gaat worden... of wat niet meer door de beugel kan? Dat geldt voor boeken, dat geldt voor alles wat we doen. Als iemand een hom klei krijgt als kunstenaar... dan kan hij daarmee gaan stoeien. En dan zegt een ander, ja, ik vind het mooi. En die ander zegt, ik vind het niet mooi. Maar wat vindt u niet mooi? Geef eens één voorbeeld. Ik vind weinig dingen niet mooi, omdat ik vind... het gaat erom waar je wat doet als we in Oostenrijk zijn... en we zitten aan zo'n grote houten tafel met een grote bel wijn voor je neus... dan is het toch plezierig om mee te jodelen, terwijl ik niet van jodelen hou. Maar ik stel me zo voor als ik in Oostenrijk ben tussen de sneeuw... en ik zit daar wat mee te wiegen. U past zich aan? Ik pas mij aan, ja. Ik geloof dat dat belangrijk is in het leven, ja. Weet je. En wat u doet, is aanpassen aan het publiek. Dus uw teksten zijn wij. Ik dring niet iets op. Ik dring niet iets op aan het publiek. Ik vraag alleen, vind je het mooi? Ja, nou, jij. Ja, draagt u die baard omdat u hem mooi vindt, Pierre Kaertner, of is dat een vlag? Nou, ik zei op de Berlijnse televisie bij Dieter Hek vorige week... boven niks, onder alles. Haar van boven... nee, haar van onder. Er zijn er ook die onder niks hebben en boven alles. Wilt u een glas wijn? Nee, dankjewel. Ja, toch. Lekker. Is dat goede wijn? Commerciële wijn? Nee. Ja, zit geen merk op. Dan zou ik hem niet nemen, dan wordt hij niet veel verkocht, geloof ik. Nee, maar... Ik vind het een beetje... Hoe ver zijn we? Wat vind je? We schieten niet op, hè? Ik pik... Je piekert eigenlijk. Nee, ik pik er niet. Ik pik in op wat u zegt, dat u de mensen niets opdringt. Nee. Dat vind ik dan heel vreemd, als ik die hele Barnum-reclame terugzie, die rond dat Smurflied is gemaakt, alle uitlopers... Zit je hoog, hè, Smurflied? Dat zit me hoog. Als voorbeeld van een manier... van een lied dat inderdaad opgedrongen wordt, dat commercieel opgedrongen wordt, dat de mensen en hier in dit geval de kinderen, en dan word ik een beetje fanatiek, in de maag gesplitst wordt. En dan met t-shirts en dan met allerlei... Daar heb ik niets mee te maken. Nee, maar dat is... Dat... Kent u de vreugde die ik beleef, en daar weten hier heel wat mensen van mee te denken, die ik zie al zelfs bekende gezichten die mij wel eens in de zaal ontmoeten. Kent u de vreugde van de kinderen die deze ouders meenemen vaak? Als ik het Smurflied zing in de zaal? Dat wilt u nu te beleven waarschijnlijk. Maar kent u de vreugde dan? Of denkt u alleen maar dat er een dollarteken op mijn hoofd staat? Ik vind dat een kleffe repliek. Omdat men dat altijd kan zeggen. Ja. Omdat je kinderen krijgt altijd plat. Ik ben persoonlijk zeer... Ik heb zo'n idee dat u ze nooit plat krijgt. Wel, dat... Met geen lied. En dat meen ik. Dat vind ik erg jammer dat de vaders... Dat zal ook nooit mijn bedoeling zijn. Ik wil de kinderen mijn bedoeling respecteren is dat wel. In wat ze zijn en wat ze moeten worden. Mensen, ja, applaus. Zelfstandige mensen met een eigen natuur, met een eigen karakter. Daar kunt u er mij niet mee klaar om op deze manier eer te behalen. Dat heeft helemaal geen zin wat u nu zegt. Ja, maar ik ben niet eens uitgesproken, Pierre Kaartner. Ja, weet ik. Dus u hebt het over, ik krijg de kinderen niet plat. Dat is het laatste van mijn bedoeling. Dat is kinderen plat krijgen. Dat is kinderen beïnvloeden. Dat is kinderen iets opdringen. Ja. En ik heb nogal een hekel aan de mensen die dat commercieel... of op welke manier of via welke wegen ook doen. Ja. Net zoals ik politici laf vind die op demagogische manier... een publieke opinie bespelen. Wat zal Walt Disney... Ja, prima. Wat zal Walt Disney kwaad op u zijn geweest... Het is goed dat de goede man niet meer leeft. Kijk, dat zijn weer van die vergelijkingen die gaan hout snijden. Nee, dat is een... Ik ken hout snijden. Dat is een nooduitgang, dat is een noodgreep wat u daar doet. Mm. Want Walt Disney heeft prachtige dingen gedaan. Ja. En verder is dat uit Amerika gekomen. En daar gaan de smurven naartoe. In het Walt Disneyland gaan smurven gaan daar... Dat is best mogelijk. Dat is best mogelijk. U hebt de smurven, herkend. De smurven niet uitgevonden. Nee. Dus je moet mij de schuld niet geven eigenlijk. Dus je zit over de smurven te praten. Nee, maar... Dan moet hij een beroemd tekenaar PO bij de staart pakken. Ja, wel, ik had liever gehad... Die ook vraagt dat de plaat goed loopt. U wordt kwaad, hè? Lekker, hè? Ja, ik heb een lage bloeddruk. Als ik vis, dan ga ik dood, Mies. Ik vind het gevaarlijk dat u de naam PO laat vallen. Want ik heb hem ook weer horen zeggen, dat kan een roddel zijn... maar dat hij nog altijd op zijn percenten zit te wachten van wat u doet.
Zou ik maar gaan? Nee, ik... Nee, blijven. Mogen we nog een paar hele korte vragen stellen, vader Kaai? U gaat weg nu. De tijd is op. Programma maar eens voor een keertje. Ik ben het ook begonnen. Ik geef jou een hand. Het was me weer zeer aangenaam, Johan. Dank je wel. En ik zeg u allemaal hier in de zaal, die zeer verdeeld is, denk ik. En dat is televisie en dat maak ik zelden mee. Dus wat mij betreft heb ik een lekker gevoel. We kunnen nog uren doorpraten. En dat danken we allemaal aan onze gasten. Maar ze zullen niet allemaal bij de tafel komen, heb ik het idee. Ik wou toch nog even de namen noemen, want ja, dat is geplogenheid. We hadden vanavond in ons midden Renate Rubinstein, Guido Lauwaard, Karel Geiland, Albert Bol en niet meer in ons midden, vader Abraham Pierre Kaartler en Rijnbert de Leeuw, die ons nu zal uitleiden. Ja. Goedenavond. Ja.